Voorzitter, dank u wel. Sinds 2014 zitten onze mannen en vrouwen in Mali. En ik wil in de eerste plaats ook namens Denk mijn medeleven betuigen richting de families van de gesneuvelde militairen. En mijn respect uitspreken voor al die mensen die een bijdrage hebben proberen te leveren aan vrede en veiligheid in Mali en in de Sahelregio. En vandaag houden wij het debat over de verlenging van de EU-missie en de afbouw van de VN-missie in Mali en de Sahelregio. En de eerste vraag die wij ons stellen is, wat heeft deze missie eigenlijk opgeleverd? En daarvoor moeten we toch terug naar 2013, toen het kabinet uit strategisch belang besloot om een bijdrage te leveren aan de VN-missie MINUSMA in Mali. En dan vraag je je af, welk strategisch belang? Kan ik eigenlijk wel stellen dat het strategische belang niet heeft opgeleverd wat het zou moeten opleveren, omdat we eigenlijk een land achterlaten in puin. Het geweld van terreurgroepen verspreidt zich over het hele land. Er wordt gesproken over de dodelijkste VN-missie in tijden. Het gebrek aan materieel, onvoldoende training en defecte onderdelen bleek uit meerdere rapporten. In de beantwoording van de feitelijke vragen wordt gesteld dat Mali voorlopig niet zonder MINUSMA kan. Maar we weten nog steeds niet wie de taken van Nederland zal overnemen. Wat gebeurt er als het de VN niet lukt om tijdig een opvolger te vinden? Voorzitter, het mogen duidelijk zijn dat wij vanaf het begin kritisch waren over deelname aan deze VN-missie. De essentie van deelname moet niet liggen bij het verzamelen van inlichtingen voor grote landen. Nee, we moeten de veiligheid van onze eigen militairen voorop stellen. Conclusies van onder andere de Algemene Rekenkamer, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Commissie van der Veer waren duidelijk. De veiligheid van militairen is onvoldoende gewaarborgd. Sinds 2014 zijn er signalen van onveilige munitie, karige salarissen, oververmoeide militairen en gebrek aan kleding. En daarmee is niet voldaan aan het eerste criterium die wij hanteren, namelijk de veiligheid van onze militairen. Voorzitter, ons tweede criterium gaat over de effectiviteit en de efficiëntie van de missie. Het is voor ons werkelijk een raadsel hoe dit kabinet positief probeert te blijven over deze VN-missie. Door gebrek aan verbetering in de regio is de wanhoop nabij. De angst voor een tweede Afghanistan is de enige reden om deze VN-missie door te zetten. Want we weten niet wie de macht zal grijpen zodra de westerse militairen vertrekken. En meer dan de helft van de Malinese bevolking is ontevreden over de regering Keita in Bamako. Wat hadden wij überhaupt te zoeken in Mali? Staat Mali er nu niet slechter voor dan voor onze interventie? Waar ligt dan de meerwaarde van meedoen aan dergelijke internationale operaties? Voorzitter, het derde criterium gaat over transparantie en draagvlak vanuit de maatschappij voor deze missie. En ik stel dat het kabinet liever luistert naar de bondgenoten dan naar de Nederlandse bevolking. In de brief wordt er alleen maar gesproken over de relatie met bondgenoten en niet ingegaan op draagvlak en geluiden vanuit de samenleving. Een maatschappelijk draagvlak is echter cruciaal voor missies waarbij Nederlandse militairen mogelijk sneuvelen. Ook is het onduidelijk wat er gebeurt met de door ons verzamelde inlichtingen. Want als de inlichtingenketen die wij hebben opgezet zo succesvol zou zijn, snappen wij niet waarom de instabiliteit in Mali blijft toenemen.